ben inmiddels gearriveerd op Rotterdam Centraal. Ik had trek in een bakkie. En so does this one. Ze dus hebben de bek in de telefoon, maar het maakt niet uit. Ik had trek in een kop koffie. Dus we dachten allebei, weet je, we hebben toch niks te doen. En ik had eerst haar tasje nog. We gaan gewoon even een kop koffie bij Starbucks halen. En daarna dan gaan we even kijken of er op Zuidplein iets open is. Ha? Nee, ik heb geen tijd om te wachten. Ik heb broodjes hier, lekker man. Dus maar daarna gaan we even kijken of Zuidplein iets open is. En daarna de... Mackie, deze, ik zweer het je. Dori. Oh ja, ik moest nog iets doen. Goed, inmiddels is het einde van de middag en heb ik met Ash Burger King gehaald, Starbucks gehaald en gewoon niks gevlogd. We hebben vanmiddag lekker Chilly in the Phantom zitten kijken, alle behind the scenes dingen en zo. Maar wat ik zeg, ik heb dus gewoon niks meer gefilmd. Wat dus eigenlijk gewoon zonde is, want nu heb ik dus gewoon echt een vlog van niks. Maar ik ben onderweg naar mijn opa en oma, tenminste ik ben er al bijna. Ik ben het als met boodschappen, want ik ga er namelijk vanavond koken. Ik ga zalm schoten voor ze maken. Met courgette, wortels, aardappels en gerookte zalm. Dus dat is super lekker. Hoop ik. Nee, is wel lekker. En voor de rest ga ik niet zo heel veel meer doen. Buiten dan vanavond gewoon lekker mijn gemak houden. Dus ja. Maar dan denk ik gewoon weer 2 dagen aan 1 blijf koppelen, jongens. Zodat het voor mij wat makkelijker editen wordt. En dat is voor iedereen gewoon wat makkelijker wordt. Trouwens, echt super lekker weer. De zon schijnt goed. Maar we zijn er. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben inmiddels wakker. Mijn personal alarm is vanmorgen afgegaan. Super tof. Maar ik ben wakker. Ik ben overigens aangekleed. Ik heb vandaag zo'n chill hoodie aan. Want ik moest vandaag wat dingen gaan editen. Verder ben ik niet zo heel erg lekker. Op een of andere manier. Ik was gisteravond of niet lekker. En die verkoudheid waarvan ik dacht dat het zo'n ochtendding was, dat is er nu nog steeds. Dus ik maak me daar een klein beetje, niet zorgen om, maar ik kijk het heel even aan, anders ga ik me laten testen. Ik blijf natuurlijk werken gewoon in de zorg. Dus. Maar gisteravond of zo had ik nergens geen, of gistermiddag, had ik nergens geen last meer van. Dus het is echt wel een beetje dat ik denk van, volgens mij is het gewoon een verkoudheidje en that's it. Maar goed. Komen we achter. Dat ik er vandaag geen last meer van heb. Want nu bijvoorbeeld heb ik er geen last van en voel ik me op zich prima. Alleen een beetje moe, maar ik ben net wakker, dus dat mag. Dus het valt mee. Maar goed, ik ga naar beneden. Ik ga even koffie drinken. Ik ga de weekvlog editen. Of tenminste de weekendvlog van afgelopen weekend. Want het moet nog gebeuren. Ik heb gisteren eigenlijk geëdit gemoeten en online gemoeten. Maar dat heb ik niet gedaan. Dus ik ga naar beneden. En ik ga editen. Tenminste, koffie zetten en dan editen. Dus is de planning tussen 7:30. Dus dat is wel lekker. Lekker vroeg ochtendje. Ik heb ook echt bewust gezegd van joh, maak me even vroeg wakker. Want ik hou sowieso niet van uitslapen. Soms is het wel lekker. Maar als het niet hoeft, dan hoeft het voor mij ook echt niet. Dus ja, top dat ik in ieder geval wel lekker helemaal gewassen. Aangekleed voor hoever. Ik heb gewoon trouwens een pyjama broek aan, jongens. Dit is mijn outfit voor vandaag. Super chill. Maar wel lekker. Ik ga even koffie zetten. Koffie. Ik heb trouwens hier gewoon normale kleding onder, hoor. Maar koffie is gezet. Oortjes gaan in. En we gaan editen. Want ik wil hem rond nu of 10, misschien ook 9 nog zetten. Want het is nu 7:30. Wil ik hem wel online hebben. Iets eerder dan dat hij eigenlijk gisteren al had gemoeten. Ik zet jullie even weer aan. Ik zet hem ook kan halen. Dus ja. Dat is een beetje de planning voor vandaag, jongens. Ik heb gisteravond nog tot heel laat zitten een beetje te pieken of zo. Over wat ik nu wil met de edit en met de upload. Ik vind het heel lastig. Ik weet gewoon niet. Of ik weekvloggen wil maken. Of ik dagelijks vlog. Ik heb gezegd ik ga dagelijks vloggen weer. Maar na de eerste vlog merkte ik al van ja, dit wordt gewoon niks. Want er is niks te doen. Dan heb je echt zo'n hele saaie vlog. Dus ik denk dat ik gewoon weer ga weekvloggen. En dan gewoon vlog en film wanneer ik wil. Alleen moet je rekening houden met een vlog van waarschijnlijk 45 minuten of zo. Of een half uur minimaal. Dus
Zullen we dat gewoon gaan doen? Dus ik ga deze vlog ook gewoon lekker doorzetten de hele week. En ja, kijken hoe dat een beetje gaat lopen. Maar de dagelijks vloggen, dat is gewoon best heel erg lastig. Dat werkt bijna niet. Dus dat moet echt even anders. Maar goed, dat geeft niet. Dat komt allemaal helemaal goed. Ik ga natuurlijk ook op vakantie. Daar heb ik het gisteren met Ash over gehad. Ik weet niet hoe ik dat ga doen qua vlogs. Ik denk dat ik gewoon één grote vakantievlog ga maken. En ja, dat gewoon uploaden denk ik. Ik denk dat dat het leukste is. Ik kan het natuurlijk niet opdelen in vlogs en delen. Maar ik heb wel afgesproken dat ik de eerste week met de camera doe. En de tweede met mijn telefoon. Want dat scheelt mij weer tijd en dan kan ik de camera daarna gewoon thuis laten. En uiteindelijk gewoon met mijn telefoon vloggen op de vakantie. Dat scheelt gewoon wel heel erg, denk ik. Ik weet het nog niet. Moet even kijken. Maar goed. Koffie en we gaan editen. En dat zijn dus dingen dat je hebt als je vlogt. Ik had echt beeldmateriaal van over een uur. En ik heb dat klaar weten te krijgen naar, wat was het? Ik weet eigenlijk niet eens meer wat het was. Volgens mij echt 20 minuten of zo. Ja. Dus dat is mooi. Ik ga nu even vlogs kijken van mensen. Omdat het gewoon leuk is en omdat het kan en omdat ik toen niet zo heel veel aan het doen ben. Dus let's go. Goed, plannen zijn veranderd. Ik zou dus vandaag lekker thuis blijven en ben ik aangekleed. En dat betekent één ding. Ik blijf niet thuis vandaag, tenminste heel eventjes ben ik weg. Ik ga namelijk, zit iets in mijn oog. Ik ga namelijk heel even een bakje doen met Natuska. Het is lang geleden dat ik haar heb gezien. Ik heb natuurlijk met haar altijd gewerkt in het Prinsenkwartier en in het gasthuis. En het is ook zo dat ik haar verder heel weinig spreek. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon even afspreken. Zij was vrij vandaag. En ik ben vrij vandaag, dus super leuk dat we even lekker met z'n tweetjes gaan afspreken. Dus ik heb me aangekleed, ik heb mijn roadtrip white label hoodie aangedaan. Spijkerbroek en ik heb mijn witte all-stars aangedaan. Ik wil fans zeggen, maar het zijn geen fans en all-stars. Maar ik ga er zo op een bakje met mijn Natuska. Ik heb hier ook een beetje make-up op gedaan. En zij pakt zo meteen de bus vanuit Brielen. En dat zij hier is, dan is het een uur of 10:30. Dus ik zorg dat ik rond 10:30 bij het centrum sta. En dan gaan we lekker even een bakje doen met z'n tweeën. En even kletsen. We willen uiteraard wel gewoon op afstand. Maar het is wel gewoon leuk om heel even weer er te zien. En even lekker bij te kletsen. Mist er wel. Het was wel altijd lekker gezellig met z'n tweeën op de werkvloer. Dus het is jammer dat we elkaar wat minder spreken en zien. Maar we hebben allebei onze eigen dingen nu. We allebei een andere baan hebben. Dus tenminste andere werkgever en dat soort dingen. Dus ja, het is allemaal even anders. Maar goed, ik ben blij dat ze kon afspreken vandaag. En natuurlijk ook wilde afspreken, dus dat is heel fijn. Ik heb de hik, jeetje mina. De vlog is trouwens klaar met bewerken, dus die ga ik nu gelijk even online zetten. Dan is dat gebeurd. En dan ga ik rond 9:45 of zo. Het is nu 9:45. Rond 9:45 ga ik richting de metro. En gaan we even een bakje halen. Dat is wel gezellig. Iets wel leuk. Maar goed, wat ik net al zei. Ik hou gewoon wel afstand. Want het is en blijft corona. En aangezien zij met andere mensen in aanraking komt dan dat ik dat doe. Is het verstandig om natuurlijk gewoon... Shut up. Is het überhaupt gewoon handig om gewoon afstand te houden. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ga nog wel even gaan mijn TikTok opnemen. Nu ik toch niks aan het doen ben. Is dat mooi. Ga ik even doen. Dan nog even plassen. En dan mijn tas pakken. En gaan. Goed, daar ga ik dan. Ik heb net nog heel even gauw die zalmschotel die ik gisteren had gemaakt bij oma. Daar heb ik nog heel veel van over. Dat deed ik vanavond ook. Dus ik heb die net even nog een klein beetje opgewarmd. En daar even een paar happen van in mijn mond gestoken. Want ik had er echt super veel trek in. Maar nu op naar de metro. En daarna dan eventjes naar
de Starbucks met Nadeska. Super, ik heb er echt wel zin om haar weer even te zien. Want het is echt serieus nu 3 maanden geleden of zo dat ik heb gezien. Echt wel 3-4 maanden geleden. Ik heb er tussendoor wel eens hier en daar wat gesproken. Maar ik heb wel echt zin om er weer te zien. Och, ik heb veel snel gegeten. Kijk nou wie we tegenkomen. Oh shit, auto. Oh, even lekker een bakkie doen. Dag Leon. Oké, we zijn echt allebei helemaal doorgeslagen. We liepen langs Jamin, die is natuurlijk gewoon open. Dus... Je krijgt sommige snoepjes, krijg je niet eens een geluid van. Dus. Ik heb echt... Een... Bij Jamin, hè? Ja, dat is waar. En het was helemaal niet zo duur bij die Jamin. Het valt echt mee. Ik heb dus echt een shitton aan Amerikaanse dingen gekocht. Ja, mijn zusje. Gewoon lekker proeven. Jongens, ik ben echt blij. Mijn Shein-bestelling is binnen. Super chill. Ik heb mijn legging nog aangedaan. Ik ga even het licht aan doen. Oh, ik ben echt zo blij. Ik ga jullie hier neerzetten. Ik heb een TikTok, die leggings die je op TikTok ziet, heb ik besteld. Ik weet alleen niet hoe ik dit jullie ga laten zien. Dan ik jullie wel even hier neerzet. Ik ben zo blij en ik ga de rest ook gelijk even passen. Ik heb deze dus besteld. Dat is zo'n grijze TikTok legging waarin je mooie billen krijgt. Ik vind hem leuk. Het zit ook echt heel lekker. Ik krijg hem trouwens ook nog in het zwart binnen. Maar die is er nog niet. Maar ik snap wel wat ze bedoelen met het feit dat je hier mooie billen in krijgt. Want ze hebben hier dus een elastieke naad in zitten. Ik heb vroeger de eerste keer in mijn leven een kont. Yes. Ik heb nog 3 dingen, of 4 dingen. Dit tasje. Die trouwens echt miljoen keer kleiner is dan ik had verwacht. Vind ik wel jammer, maar hij is wel cute. Voor vakantie is dat wel chill. Een slaapsetje. Een badpak. En nog een badpak. Dus die ga ik allemaal even aandoen. En kijken hoe het zit. Ik weet het niet hoor. Ik weet niet wat ik ervan vind. Maar ik vind het... Als je die pers eruit haalt, dan zie je wel je... Goed, inmiddels heb ik de badpakken gepast. De witte, die heb ik nu net gezien. Die was echt perfect. Die zat ook echt netjes. Die zwarte daarentegen was niet echt YouTube materiaal. Die was echt gewoon, de achterkant was echt vreselijk. Die zat zo hoog. Dat was gewoon echt niet mooi. Maar ik stuur hem niet terug. Ik hou hem gewoon lekker voor thuis in de tuin of zo. Of met een kort broekje in de zomer. Dan is het wel te doen. Maar die onderkant is niet echt zwemmateriaal of zo. Je zag echt alles. Dus dat was niet heel erg goed idee. Dit is trouwens het slaapsetje. Die had ik trouwens wel een maat kleiner kunnen doen. Want ik kwam er dus later achter dat ik die in maat L heb besteld in plaats van maat M. Nou heb ik het broekje niet gepast. Maar ik weet waarschijnlijk wel zeker dat dit broekje veel te groot gaat zijn. Alhoewel, hij rekt wel erg mee. Wacht, ik ga hem gewoon even over die legging aandoen. Oh, dat kan perfect, joh. Die zit gewoon netjes. Oké, let niet op de legging die ik eronder heb, want dat ziet er nu niet uit. Maar dit zit wel perfect. Die is wel leuk. Oké, daar ben ik wel blij mee. En ja, die TikTok legging, jongens, echt tot heaven. Die zit zo lekker. Hij had alleen een maatje kleiner gekund. Maar dit is echt perfect. Het zit zo lekker, zo chill. Dit wordt echt mijn alledaagse outfit, denk ik, voor de komende... Voor het komende jaar. Is echt zo chill. En verder... Ja, dat tasje had ik dan. Ik heb trouwens net nog bij Shein een nieuwe bestelling geplaatst voor nog een badpak. Want die zwarte was hem niet helemaal. Dus ik heb nog een extra besteld, een bewerkte groene en zo. En ik heb eerst gelijk de witte die ik ook heb besteld. Een zwarte en nog een tassenset. En ik had zelf ook nog een paar dingetjes erbij. Dus we zijn weer aardig wat geld armen. Maar goed, dit is het kleine tasje. Het is een kleine band. En een lange band. Dus dat is helemaal leuk. En die heb ik dus nog een keer besteld in de andere kleur die ze hadden. Een soort cremige kleur. En een zwart tasje nog voor mee op vakantie. En dat was het eigenlijk. Voor de rest heb ik niks geks besteld eigenlijk. Nee. Dus ik ben benieuwd. Ik ga binnenkort wel eventjes, misschien vanavond al even douchen met die witte badpak. Om te kijken of die niet doorschijnt. Dat zou toch wel vervelend zijn als ik daar in één keer in het zwembad sta en denk shit. Maar even kijken hoe die zit en hoe het wordt als het nat wordt. Maar goed, dat is alles van Shein. Nu wachten we op de tweede bestelling die is geplaatst. En even opruimen, want ik heb een chaos gemaakt van mijn raam.
Goed, goedemorgen jongens. Het is, ik heb trouwens tranen over me. Warme wallen. Het is donderdag en ik ben onderweg naar de Action. Ik heb namelijk een bestelling geplaatst tussen 9 uur en 10 uur. Het is nu 9:30, dus die ga ik nu ophalen. Het is kouder dan hierin buiten. Ik heb een dikke trui aan en mijn warme wollen spijkerjack. Toch is dat nog best wel koud. Maar goed, maar ja, het is op zich wel te doen. Het is niet dat ik doodvries of zo. Ik ben trouwens vandaag ook een TikTok aan het opnemen. Dus dat is wel leuk. Tot overgangetjes en zo. Die zit ik vanavond online. En voor de rest staat er vandaag vrij weinig op de planning. Wat ik gisteren zei, ik moet vandaag wat dingetjes schoonmaken. En een beetje opruimen, mijn kamer een beetje recht trekken. Ik ga nu even een paar dingen bij de Action ophalen. Daarna nog even naar de Albert Heijn lopen. Om nog even een lekker broodje te halen ofzo, als ik er toch ben. Why not? Maar ik moet zeggen, het is buiten kouder dan dat je denkt. Maar goed, dat is niet erg. Ik had beter hieronder nog een shirt met lange mouwen kunnen doen. Ik ga het weekend waarschijnlijk heel even weg. En ik zat dus te denken om dan hetzelfde aan te doen wat ik nu aan heb. Uiteraard gewassen, maar ja, het is toch wel koud. Als ik dan even buiten loop, denk ik dat ik het niet warm krijg. Dus misschien een shirtje met lange mouwen eronder of zo, dat moet wel goed komen. Maar goed, ik ben bijna om de hoek bij de Action. We gaan hem eens even ophalen. Goed, ik ben echt super tevreden, want ze hebben weer gewoon alles wat ik heb besteld. Dat is echt heel fijn. Echt heel top. Ik ben helemaal blij. Nu even naar de Albert Heijn en dan naar huis en even ontbijten, want dat heb ik ook allemaal niet eens gedaan. Ik heb vanmorgen gedoucht en that's it. Let's go. Goed, inmiddels thuis en ik ga even lekker een broodje eten, want ik heb trek, echt heel erg trek. En daarna dan ga ik lekker opruimen en schoonmaken. Goed, onze badkamer is echt wel een ding af en toe. Het is heel snel heel vies, heel rommelig hier, omdat het ook vrij klein is. De lichten en hangt echt overal van alles en ik ga dat vandaag eens opruimen. Ik ga jullie een voorshot geven, daarna ga ik alles lekker op mijn gemak opruimen. Lekker muziek in mijn oren, podcast, weet ik niet, maakt niet uit. En dan zie ik jullie als het klaar is. Maar eerst een voorshot.
naam. Ik ben zo blij hoe het er lekker allemaal schoon bij staat in de badkamer. Ik ben nu mijn kamer nog een beetje aan het wegtrekken. Het is namelijk ook hier wel echt wel een rommeltje dat ik ook wel denk van, nou, dit mag eigenlijk wel even iets beter en opgeruimder. Dus zo gaat mijn gordijn zit ook helemaal niet goed. Hier klopt iets niet aan. Goed, maakt niet uit. In ieder geval ben ik hier dus lekker mijn bureau lekker aan het opruimen. Dit heb ik net lekker even afgeruimd met een doekje. Ik heb al mijn dagelijkse make-up dingen en zo in die toilettas gedaan. Ik moet zo meteen nog even wat bordjes en dingetjes naar beneden brengen uit mijn kast hier. En voor de rest is alles gewoon lekker weer opgeruimd en fris en helemaal blij mee, echt serieus. Ik vind het zo fijn als het gewoon allemaal lekker schoon is en opgeruimd. Ik kan niet echt tegen rommel, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ja, handtas heb ik daar gehangen. Ik ga even mijn nagellak eraf halen en een nieuwe nagellak opdoen. Want ik heb toch niet veel te doen. En why not? Dus dat ga ik even doen. Ik heb trouwens al even een lipgloss opgedaan. Even mijn laptop aan de lader hangen. En dan is het tijd voor... Ja. Ik wilde iets zeggen, maar dan ben ik vergeten wat. Dat is ook heel handig. Maar maakt niet uit. Ik ga in ieder geval even lekker achter mijn bureau YouTube dingetjes nog doen. Met mijn nagels. En dan heb ik het alweer gehad voor vandaag eigenlijk. Oké, ik heb me even lekker omgekleed in een korte broek en een topje. Want ik ben echt een beetje vanaf vanmorgen natuurlijk opgeruimd en zo. En slecht geslapen. Dus ik dacht, ik ga wel even chillen. Maar... Oh, dat werkt ook niet. Er komt dus een pakketje binnen. Ik ga even mijn sloffen uitdoen en op bed zitten. Want dan kan ik het jullie laten zien. Ik heb namelijk iets besteld voor Ash en mij. Echt super cute. Ik wil alleen even kijken hoe ik dit het beste kan doen. Hoe ik jullie het beste hier kan houden. Zo gaat dat denk ik niet werken. Ofwel, nee, dit gaat maar ook niet worden. Dit werkt ook niet. Nou, ik zet jullie dan maar gewoon. Ik hou jullie wel even lekker vast. Kijk jongens, even mijn adres bedekken. Maar ik heb iets besteld bij bol.com. Ik ga jullie heel even zo neerzetten. Dan kan ik de doos openmaken. Oh my god, zo leuk. Ik heb namelijk op TikTok, ik zit toevallig ook op TikTok te kijken. Je hebt namelijk op TikTok van die mood knuffeltjes. En daar heb ik dus 2 mini knuffeltjes voor besteld. Super cute. Ze zijn er. Ik ga ze even open. Ik ga er eentje openmaken. Die andere had ik in de verpakking. Kijk nou jongens. Dit is toch super. Nu is hij vrolijk. En als ik me dan niet goed in mijn mood voel. Dan kijk die boot. Dit is echt tof. Dit is zo leuk. Ik ga dit zo bij me houden de hele dag. Ik zweer het je, ik vind het zo cute. Mijn moeder heeft er een in het paars met blauw. En ik heb hem nu dus in het mintgroen en roze. Zo cute. En ik heb nog 2 hele grote besteld voor iemand anders. Die komen binnenkort ook binnen. Maar ik heb ook deze minis besteld. Voor Ash en voor mij. Super cute. Super leuk. Oh. TikTok gaat aan. Ik ga hier trouwens een TikTok van opnemen, want hij is zo cute. Oh, dit is toch cute, jongens. Zo gewoon lekker. Maar ik ben nu vrolijk, dus eigenlijk moet ik hem heel even omdraaien. Dit is toch cute. Zo leuk. Ash weet trouwens niet dat ik het heb besteld. Ik heb ze ook voor Chantal. Voor de hele grote versie besteld. Die komt wel uit Amerika. Maar die weet wel dat ik het voor haar heb besteld. Ik heb het in overleg met haar gedaan. Maar Ash weet niet dat ik dit kleintje voor haar heb besteld. Ik ben benieuwd. Hoe ze gaat reageren. Ik ga haar denk ik gewoon heel even... Alhoewel ik denk dat zij al op de werk is. Ze heeft avonddienst. Zal ik haar gewoon een appje sturen?
Nee, ik ga het gewoon nog wachten. Ze is morgen, heeft ze ook avonddienst, dus morgenochtend kan ze me eventueel opkomen halen. Ik ben heel erg benieuwd naar haar reactie. Echt heel erg benieuwd. Zo cute, maar die is dus binnen, eindelijk. Helemaal leuk. Ik heb stress. Ik lag dus even lekker op bed te chillen. En in één keer keek ik op mijn klok. Ik dacht, hè, wat kan dat nou? Het is 4:15. En over een kwartier wordt de post opgehaald uit de brievenbussen. Ja jongens, gewoon die ouderwetse brievenbussen. Ik moet namelijk nog een brief op de bus doen. En die moet zaterdag geleverd zijn. En vaak zit er 1 of 2 dagen tussen. Dus ik moet nu snel, ik heb gauw jongensboek aangedaan, snel binnen een kwartier naar de brievenbus lopen en die op de post gooien. Want anders komt die brief niet op tijd aan. Ja, kaart. Het is een verjaarskaart, maar goed. Nou, zit goed. Ik ben aangekleed tot trouwel en snel naar de brievenbus gelopen. Oké. Okay. Heel snel. We lopen naar de brievenbus. Dus echt zeggen nog 10 minuten lopen naar de brievenbus vanaf mijn huis, op de brievenbus die op loopafstand was, die is daar niet meer. Die hebben ze ook echt serieus weggehaald. Dus ik moet nu elke keer helemaal naar achter de wijk lopen. Als ik post heb of naar het winkelcentrum bij ons. Maar daar doe ik nog langer over. Dus dan maar snel daar naar de brievenbus. Mijn ma denkt echt, wat ga je doen, wat ga je doen? Ik kom helemaal stress beneden. Ja, moest je kaart nog op de bus doen. Oeps. Maar goed, komt er goed. Ben er al bijna. Ik ga vanavond lekker spersiebonen eten, jongens. Daar heb ik echt trek in. Tijdje geleden dat ik het op heb. En lekker een jager burger of zo. Met kruiden en spek. En het zag er allemaal heel lekker uit, dus ik hoop dat het lekker smaakt. Ik heb nu echt stress. Oh, meneer met de auto, kunt u die niet meenemen? Als het iemand, dan kan het iemand joggend langs mij. Ik wilde bijna zeggen, hé, wacht, neem mijn brief even mee. Kan je die op de bus voor me doen? Wat een gezeik, jongens. Waarom heb ik dat überhaupt ook niet vanmiddag al gedaan? Dat is veel sneller geweest. Trouwens, laat even weten hoe jullie de weekvlog nu vinden. Wat mij betreft gaat het best lekker. Ik heb nu echt wel op de dagen dat ik denk, het gaat gewoon goed. En het is niet dat ik hele dagen onzin film. Ik film wel gewoon de dingen die ik wil filmen in de week. Dus als jullie vinden dat het goed gaat, let me know als je het leuk vindt. Moeten we ook nog editen, dus er kunnen nog wel dingetjes uitgeknipt worden. Dus ik weet niet helemaal hoe dat er nog uit komt te zien. Maar ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Maar ik denk dat ik hem morgen al gewoon een groot deel ga editen. Dan heb ik dat gehad. En dan gaat hij zaterdag online. Elke zaterdag om 1 uur wil ik het gaan proberen. Dat de weekvlog online komt. Behalve natuurlijk als ik op vakantie ga. Dan wordt het anders. Maar dat horen jullie tegen die tijd wel. Daar kan ik nu ook nog niks over vertellen. Maar ja. Die op de bus. En wat de weekenden betreft met vloggen, misschien dat ik dat niet doe, misschien wel, ik weet het niet. Misschien dat ik de weekenden gewoon vrij hou voor het vloggen. Of alsnog doe, ik weet het niet, even kijken. Ik houd het in ieder geval op de dagen van maandag tot vrijdag. Nou jongens, ik ben bij de brievenbus. Ik heb ook nog niet normaal gelopen, even kijken hoor. Die bedoelde ik dus. Maar op zich is dat wel te doen. Dus ja, ik hou het gewoon van maandag tot vrijdag tot nu toe. Kijk hoe het loopt. Zijn er nou dagen of weekenden dat ik echt heel veel ga doen? Of echt een uitje heb of zo? Dan zal dat uiteraard een apart iets worden. Maar voor nu loopt dat best lekker. Ik denk wel dat ik echt wel aan het beeldmateriaal van over een half uur zit. Maar goed, het is of allemaal kleine vlogjes met onzin. Of gewoon lekker één uitgebreide vlog. Dan nog hopen dat jullie me lekker wegkijken, anders dan weet ik het ook niet. Maar goed, nu weer terug naar huis. Ah, hij is in ieder geval opgelost. Top. En daar ben ik weer. Ik heb opeens echt knetterveel hoofdpijn. Ik weet niet hoe dat komt. Echt vreselijk. Maar ik ga mijn schoenen uittrekken en mijn sloffen lekker aandoen. En
Misschien heel raar dat ik dit zeg, maar ik heb dus vanmiddag op bed gelegen. Dat ligt nu nog open. Maar ik ben dus echt de persoon die nu gewoon zegt van ik ga nu mijn bed weer opmaken. Terwijl ik er vanavond in ga. Maar ik kan dat niet handelen als dat daar zo open ligt. Het moet gewoon echt recht en netjes en dicht. Dus dat ga ik doen. En ondertussen ben ik een beetje aan het bijkomen van het wakker schrikken en rennen naar de brievenbus. Dus, ja, ik was wel wakker, maar het lag gewoon echt lekker chill. Een beetje na te denken. En in één keer dacht ik, oh, het is 4:15. Maar het is gelukt. Geen probleem. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb trouwens mijn bureau een kwartslag gedraaid. Ik weet niet of ik hem hier hou. Ik twijfel een beetje. Aan de ene kant denk ik, ja, ik hou hem hier. Aan de andere kant denk ik, nee, toch niet. Ik weet niet, ik twijfel een beetje. Ik vind het hier wel leuk staan. Weet je, bij het raam heb ik wat meer licht dan hier in de hoek. Ik weet het niet. We houden hem gewoon even hier, kijken wat ik ervan vind. De ruimte heb ik ervoor, dus dat is allemaal perfect. Ergens vind ik het toch wel leuker staan zo bij het raam. Voor de kachel een beetje. Voor de lange spiegel hier. Dus dat is ook tof. Ik weet niet, ik vind het wel leuk. Maar goed, ik ga mijn bed even doen. En even wat drinken, want ik heb dorst. En, zoals je ziet, mijn kleine vriendje staat nog steeds op zijn vrolijke moed. Dus dat is mooi. Goed, inmiddels is het nu vrijdag. Ik heb toch niet gisteren alleen de vlog geëindigd, maar ik eindig hem nu. Vanmorgen is Ash nog even hier geweest, zodat we nog even dingen konden bespreken voor de vakantie. Dus dat is allemaal geregeld nu. En we hebben een beetje een planning en boodschapjes en alles. Dus stop. Wat ik nu ga doen is deze vlog editen, want dat moet ik dus nog steeds doen. Het is het einde van de middag alweer. Dus ik ga wel even beginnen maken. Ik heb trouwens een nieuwe vriend erbij gekregen hier op mijn lip. Gezellig. Dus ik zit dat nou elke keer in te smeren met concealer en zo. Dat het niet zo zichtbaar is. Dus ja, ik ga dat vlogje eindigen. Ik bedank je voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog. En ik zie je heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg!